Mijn naam is Harry van der Molen, 36 jaar, opgegroeid in Den Waard. En sinds mijn jongetje woon ik in Ljouwert. En daar ben ik al een periode wethouder. Voor mij is het CDA de Partij voor de Samenleving. Dat is ook iets waar ik als wethouder mee bezig ben. Ik zit hier in een prachtig gebouw, maar eigenlijk maar heel weinig. Waar ik me elke dag voor inzet is niet om hier nou in zo'n stadhuis te zitten, maar voor een sterke samenleving. Voor mij is het werk vooral op straat, waar ik mensen tegenkom die zelf dingen willen doen. En ik vind dat de politiek daarbij moet helpen. Dat is zoals ik naar de politiek kijk. Ik geloof niet in een samenleving van winnaars en verliezers. Dat is ook de reden dat ik als wethouder die aanpak voor mensen met schulden heb verbeterd. Bijvoorbeeld met sociale wijkteams, waar mensen voor je klaarstaan als je een probleem hebt. Een ander goed voorbeeld, dat is Jeersen, waar mensen zelf woningen willen kopen, zodat jongeren er kunnen blijven wonen. Nou, wij zijn in het begin dat je naar rond dat de boel sloopt werd zo. En wij vonden dat voor de leefbaarheid van het dorp het noodzakelijk was om goedkope woningen te houden. Toen ronden we dat je aan dat de wetjouwing net aanpast weer op een Fries plattelandsdorp, maar dat het wetjouwing meer afstemt weer op het randstedelijke gebeuren en dat matchte net. Dan merk ik ook dat Den Haag niet meewerkt. Omdat wat we met woningen doen heel erg gericht is op hoe het in bijvoorbeeld Amsterdam gaat. Maar Jeersum is geen Amsterdam. En dat geldt voor heel veel plekken. Ik ga dus niet naar Den Haag om me daar in een kamer te laten opsluiten. Ik blijf mezelf. Dit is hoe ik werk. Ik vind dat Den Haag praktische problemen moet oplossen. Dicht bij mensen. Alleen zo krijg je echt een sterke samenleving.